Ik merk dat er heel veel mensen een mening hebben over het slavernijverleden. Maar ik vind eigenlijk dat we als geschiedwetenschappers veel meer zouden moeten bijdragen aan echte kennis. En feiten over hoe dat verleden heeft gewerkt en hoe dat doorwerkt. Dat onderzoek ik door vooral te gaan kijken naar slavernij in de stad. Want slavernij op de plantages, daarvan weten we hoe het werkte. Maar wat we daarin missen is dat er in die stad mogelijkheden waren voor mensen om zich op te werken en op te klimmen. We kennen verhalen uit de 18e eeuw van mensen die in hun leven nog slaaf waren geweest, maar aan het eind van hun leven plantage-eigenaar. Wat betekende dat dan voor racisme in die samenleving, voor uitbuiting in die samenleving? Dit waren dus mensen die zelf slavernij hadden gekend en misschien zelf ook slaven hebben gehad. Dat geeft een complex beeld van die samenleving en we moeten dat beter leren begrijpen. Wat ik nu aan het onderzoeken ben, zijn de testamenten van voormalige slaven om te zien wat zij hebben nagelaten en aan wie ze wilden schenken bij hun overlijden en dus ook wat voor soort van samenwerking er werd gesmeed tussen mensen. Was dat via familiebanden, was dat via verwantschapsbanden? Hoe hielpen mensen elkaar om verder te komen? En waarom ik dat vooral interessant vind en belangrijk vind om te onderzoeken is omdat dat in de 18e eeuw, toen nog niemand over de afschaffing nadacht, makkelijker leek dan in de 19e eeuw. Op het moment dat die afschaffing dichterbij komt en het moment dichterbij komt dat al die mensen vrijgemaakt gaan worden, ontstaat er ook een soort van angst voor die nieuwe groep. En het lijkt erop dat er allemaal blokkades worden opgeworpen voor die mensen om zich dus op te werken. En de vraag is of dat ook voor de lange termijn invloed heeft gehad. Dat is geen makkelijk verhaal. Dat is een verhaal waar heel veel verschillende kanten aan zitten. Maar daarom wil ik juist echt kijken naar hoe dat werkte en me verplaatsen in hoe dat in het verleden is geweest.